kinderen van het internet. Hier ben ik weer met een nieuwe video. Het is niet mijn intro, maar laten we eens iets anders doen. En ik zie een van mijn buurmeisjes in mijn tuin staan. This is kind of awkward. Do I care? No, I don't. De video van vandaag gaat over mijn verslaving. Jullie hebben allemaal wel eens een video gezien over mijn verslaving. En dat was een verslaging... What the fuck, Nona? Dat was een verslaving van Capri Sun. To be honest, ik ben over Capri Sun. Het is hard om het te zeggen, maar ik drink het eigenlijk niet meer. Omdat dat... Ik mag niet schelden meer op YouTube. Maar omdat de Colruyt dat dus niet meer verkoopt. Ik heb een nieuwe verslaving. Het is sterker dan mezelf en ik had eigenlijk niet door dat ik er zo verslaafd aan was. Mijn verslaving is de kleur roze. Ja, jullie horen het goed. De kleur roze is mijn nieuwe verslaving. Je zou denken, the fuck Nona, we zien nu eigenlijk nooit iets roze dragen. Ah wel, ik zal jullie eens een verhaaltje vertellen. Ik ging naar school. Heel tof. Kijk hè. Momentje. Oké, okay, got my stuff. Ik kwam dus op school. Ik zat naast Arne en Louise. Twee van mijn vrienden en daarnaast zat nog een vriend van mij. Dus ik zat gewoon naast vrienden van mij. Ik ging zitten. Ik pakte mijn rugzak. Waar er op Twitter zoveel commentaar is over gekomen. Ineens iedereen van, oh my god, Fjall Raven Konken. Wat voor een rugzakken zijn dat? Terwijl ik ze echt fucking mooi vind. Dus ik mag weer niet schelden op YouTube. Maar haters, ga weg. Dus ik pakte mijn rugzak. Ik pakte mijn Franse schrift eruit. En drie keer. Raden wat kleur die schrift heeft. Roze. Of course. Die heb ik nu wel even niet in mijn boekentas zitten, want die zit in mijn locker op school. Ik weet het, slechte voorbereiding, maar we zullen het ermee moeten doen. Toen nam ik mijn handboek eruit. Drie keer raden welke kleur het kafpapier heeft. You are right. Even tussendoor, like deze video. Zou ik heel leuk vinden. De vorige video konden we zo echt... amper mensen comments zetten omdat YouTube weer kut heeft. Dus thanks YouTube voor het opfokken van je regels. En om dan nog eens de comment sectie voor het eerste uur van mijn upload helemaal te disablen. Maar, dames en heren, dat was nog niet alles. Ik haalde mijn penzak boven en raad eens welke kleur die had. Je hebt drie kansen. Blauw, roze natuurlijk. Duh. Met mijn favoriete markeerstift en mijn favoriete pen. En raad eens in welke kleur ik mijn naamkaartje heb geschreven. Waarom zeg ik nog dat jullie moeten raden? Jullie weten het toch al. En terwijl ze allemaal aan het lachen waren met hoe obsessed ik eigenlijk ben met rozen, vroeg mijn buur aan mij, hey Nola, mag ik even je deo lenen? Ik pakte mijn deo uit mijn boekentas. En weer begonnen mijn vrienden te lachen, want... Oh my god. En dit is niet eens met opzet gedaan. Ik weet het niet. Volgens mij trekt roze mij gewoon aan. Volgens mij, wat is deze geur? Pomgranaat en lemon verbena scent. What the fuck is lemon verbena? Dus terwijl iedereen mij aan het uitleggen was met hoeveel ik hou van rozen, had ik eigenlijk nog mijn Adidas Superstars aan met roze strepen. Don't ask me why. Ik heb het niet gezegd tegen hun, want ik dacht, oké, this is a little too much. En mijn roze jas hebben ze ook nog niet gezien. Want ja, kiddies, ik heb een roze jas. Dat kon toch echt niet ontbreken. Ik heb hem wel nog niet aangehad voor school, want ik heb altijd zo'n roze boekentas. En als ik dan ook nog een roze jas ga aandoen, is misschien een beetje te veel van het goede. Ik had ook nog van die roze creepers gezien, dus van die schoenen. I wanted them, maar ik dacht, Nona, hou je in, girl. Roze, het is too much aan het worden. Dus ik weet niet, vertel mij in de comments of dat jullie een obsessie hebben met een kleur. Misschien hebben jullie het zelfs nog niet door. Kijk eens in je boekendas, is misschien ineens alles blauw of alles grijs of zwart. I don't know. Tell me what your favorite color is in the description. In de comments down below. Vroeger haatte ik roze zo hard. Ik vond dat echt lelijk. Ik was zo het superstoere meisje dat ging mee voetballen. Toen ik niet kon voetballen, ik moest in de goal staan. Toen liet ik een bal binnen. En toen werd iedereen boos op mij. En toen ben ik legit eens beginnen wenen in het zesde leerjaar. Wortel moet ik eens zeggen van Joppe in een video. Ik heb dat in nog geen enkele video gezegd. Joppe, hier heb je wortel. Wees blij met uw wortel. Ja. Ik ga het hierbij laten voor deze video. Like en subscribe hier beneden. Laat beneden ook je favoriete kleur achter. En dan zie ik jullie terug in mijn volgende video. Met waarschijnlijk een beetje minder roze dan hier. Of niet. Maar doei! Don't die. I'm dying.